Michel van Anouk. In deze video leg ik dit nummertje eventjes uit. We beginnen even met het intro. Even kijken wat nog even belangrijk is bij dit nummer. Het origineel wordt gespeeld met een capo. Plaats je op de eerste fret. Dan kan je met het origineel meespelen. Het introotje is eigenlijk vier maten. Spelen ze eigenlijk met D sus 2. Dus eerst even de linkerhand. Dat is eigenlijk een beetje vereenvoudiging van D-akkoord. D speel je zo en met D sus 2 haal je de middel eigenlijk weg. Dus dan heb je de eerste snaar is gewoon open. Dus dan heb je dit akkoordje. Dat is het. Even het introotje spelen ze dit patroon. Eigenlijk vier maten heb je gewoon die D sus 2. Het belangrijkste is even de rechterhandtechniek. Die zal ik nu eventjes los uitleggen nog. De rechterhandtechniek van Michel bij de intro. In principe gebruik je hier de basis arpeggio techniek of tokkel techniek. Je hebt de wijsvinger plaats je op de derde snaar, middel op snaar 2 en de ring op snaar 1. Als je die vingerzetting voor de rechterhand weet, dan kan dat ook dus eigenlijk P-I-M-A. Dat is wel handig om te weten eigenlijk. Dan heb je eigenlijk dus I op 3, middel of de M op 2 en A op 1. Wat ze doen eigenlijk met die D sus 2. Het basispatroontje is eigenlijk zo. Dus dat doen we met het middel, wijs, middel, ring. En dan weer middel en wijs terug. Dus nog één keer een rustig tempootje. En dan krijg je deze. Als je het met die benaming erbij zegt, dan heb je dus eigenlijk M, I, M, A, M, I. Dat is eigenlijk het patroontje wat ze gebruiken voor de rechterhand. Met die D sus 2 speel je dat vier keer. Dan gaan we naar het couplet. Dan begint hij ook weer op D sus 2. Tweede akkoord heb je eigenlijk voor je linkerhand, hoef je niets te verplaatsen. Het enige wat wijzigt is de aanslag van je duim. Die gaat naar snaar 5. Kom je hierop uit. En dan krijg je het derde akkoord. Die speel je de derde en vierde maat. Dat is G sus 2. Laat je deze twee ook weer staan. En dan zet je eigenlijk met je middel het derde vakje. Middel zet je op het derde vakje van snaar 6 erbij. En dan heb je deze helemaal. Dus nog één keer de akkoordjes. Je hebt deze, D sus 2, A sus 4. En dan gaan we naar G sus 2. En dan heb je nog de vierde maat ook. Dus de eerste maat D sus 2. Tweede maat A sus 4. En derde en vierde maat G sus 2. Dat is die. Nou, wat doen we met de rechterhand? Daar gebruik je eigenlijk een van de basispatroontjes voor arpeggio's en tokkels. Dan krijg je P, I, M, A, M, I. Dus je begint eigenlijk met je duim. En loop je zo heen en terug. Dus P, I, M, A, M, I. En qua ritme hou je deze iets langer aan. Dus dan krijg je eventjes in combinatie met die akkoorden. Wat je doet is eigenlijk met je duim begin je op snaar 4, dan ga je bij de volgende maat ga je naar snaar 5 en bij die G sus 2 sla je duim aan met snaar 6. En dit, dus die wijs, middel en ring blijven hetzelfde steeds. Dan gaat hij. Ik zal het even voorspelen. Rustig tempotje. Dat is die.
Kijk, bij de laatste maat zit nog één extra patroontje in. Dus we beginnen deze. Deze 2 is gewoon PM, AMI. En met deze ook, de eerste keer. En dan ga je eigenlijk verder met AMI. Dus krijg die speel je de laatste maat. Dus als je dan die G 2 speelt. Dat zit er nog aan en daarom wordt die steeds herhaald. Ik zal hem nog één keertje helemaal doen. Dan heb je hem helemaal. Ik zal één keer laten horen hoe je dat intro en het compleet even aan elkaar plakt. Dus we beginnen dan met deze 2. Zet die maar eens klaar. Nu beginnen we. Dan ga je steeds door. En zo helemaal rond. Dat is eigenlijk het intro en het couplet van dit nummer. Bedankt voor het kijken van deze video. Wil je meer video's van ons volgen? Abonneer je dan even op ons YouTube kanaal. En heb je eventueel interesse in muzieklessen of workshops, cursussen? En wil je daarvan op de hoogte blijven? Meld je dan ook eventjes aan voor onze nieuwsbrief. Dat kan in de link onder de video. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video.